Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki geeft start zijn COVID-19 vaccinatievoorlichtingscampagne en partijen beklinken samenwerking niertransplantatieprogramma. President Chandrika Prasad Santokki heeft op maandag 8 maart het startsein gegeven voor de COVID-19 vaccinatievoorlichtingscampagne. In de congreshal zei het staatshoofd dat in de afgelopen periode duidelijk is geworden dat kennis van het virus, de effecten en hoe op te treden heel belangrijk zijn. Wetenschappelijke informatie is volgens president Santokki daarbij zeer belangrijk. Via de campagne zal de gemeenschap worden geïnformeerd over de vaccinatie en hiervoor worden gemotiveerd. En waarvoor we hier zijn vandaag, de officiële launch van de nationale informatiecampagne voor COVID-19 vaccinatie. Als eerste wil ik uitnodigen voor een toespraak mevrouw Mahogany Neder, vertegenwoordiger van UNICEF. The COVID-19 pandemic has presented us with an unprecedented global challenge, touching every community in every nation in the world. The pandemic is causing systems of work, education, finance, and domestic lives to a halt, affecting nearly every aspect of our lives. Since the first positive case of COVID-19 was reported in Suriname, the government of Suriname, with the support of its key partners, started working on preventive measures such as lockdowns, closures, social distancing to control the spread of the pandemic. And today, we have a new weapon to fight the pandemic, the COVID-19 vaccine. We must realize vaccinations have saved billions of lives over the past years. And UNICEF, together with partners, has been spearheading immunization programs, eradicating diseases such as polio and measles for years, saving billions of people and children. Thanks to the global partnership, COVAX facilities, established by WHO, UNICEF and Gavi, but also bilateral country relations and the strong commitment of the government, vaccines are now available in Suriname. UNICEF, due to its expertise, is called to support the vaccination campaign by putting even stronger efforts against the coronavirus. We'll be ensuring the vaccines are distributed equitably and accessible to all, supporting the government in integrating vaccinations within healthcare services all over the country, and providing accurate information about vaccines in building trust and vaccine acceptance. None of this can be done alone, and UNICEF, as member of the National Vaccine Coordination Group, is proud to support and be a part of also this national vaccination communication and information campaign. And on this note, when it comes to information, I especially look at the media, journalists, communication professionals, but also social media influencers, because you must realize you all play a key role for a positive rollout of this campaign. As I and many other Surinamers receive our information from you and rely on you for reliable information, I do urge you all to be mindful of the key role you have and the success of this campaign. We've all felt the impact on all of our lives, but especially denoting lives of the children. It's the impact on the number of children who have been unable to attend class in person for almost a year, children in the interior who have unable to access education but also very essential services, children who are unable to go to taekwondo and dancing, unable to socialize, meet their friends, and the impact it has had on their mental health. So when we talk about vaccines arriving in Suriname and getting vaccinated, we need to recognize what this also represents for our own children. It's hope. Hope that as we bring this pandemic under control, that we can start working to a better, safer, and healthier future, not only for our children, but for all of us.
Lastly, I want to pause just for a moment on exactly where we are. As it was exactly a year ago, March 2020, that the first positive case was reported in Suriname. And what has happened in a year is nothing short of outstanding. Excellency Mr. President, representatives of the government, distinguished guests, from preventive measures, lockdowns, closures, socially distancing to prevent the spread, we now, just a few weeks ago, marked the launch of a vaccination campaign in Suriname. Surinamers getting vaccinated to protect the lives of our health workers, elderly, frontliners, vulnerable groups, teachers, but also protecting the lives of each other. And these are remarkable efforts, and I congratulate you. I congratulate the government of Suriname. I congratulate the private sector companies all involved in this, other UN agencies, development agencies, donors, and partners working to make this vaccine available and making all logistics available to us all. It is without a doubt that this pandemic is proof of what we can do when we do it together. I also congratulate and applaud the group of Surinamers who have already vaccinated, making the choice to protect their loved ones and their communities to be protected. I'm positive many more will make this choice as we realize that warm hugs, visiting Oma and Opa, celebrating holidays is a win for us all. Finally, I commend the strong commitment of the government of Suriname, the private sector, UN and donors, but also the media and fellow Surinamers to this expanded communication campaign on vaccines. This to increase awareness on the importance of vaccination against COVID-19. It's only as we do this together, joining hands, it will be a win for all of us. Bewoners. En uiteindelijk zullen de meeste van hen tegen het coronavirus moeten worden gevaccineerd. Ook wij, die Suriname wonen, ontkomen hier niet aan. We ontkomen er niet aan omdat vaccineren op dit moment de enige oplossing is om terug te gaan naar een normaal. Het COVID-19 vaccin voorkomt dat we ernstig ziek worden en het kan levens redden. Het vaccin is ook enorm van belang om de economie van ons land terug te brengen, zodat we een gezonde samenleving hebben. We zijn in Suriname gestart op 23 februari 2021 met het vaccineren tegen COVID-19. En we zijn gestart met onze frontliniewerkers. We hebben hier 10 dagen, en vanmorgen heb ik nog de laatste update, waar we al bij de 1300 doses die toegediend zijn, verdeeld over 6 ziekenhuizen. En als ik het goed heb, 5 RGD-polies, of 4 RGD-polies, 5. En morgen gaan we van start bij het psychiatrisch centrum Suriname. En zo breiden we uit. De medische zending, daarom is de directeur hier, ik heb hem speciaal uitgenodigd, omdat we in het weekend gezamenlijk een werkbezoek hebben verricht aan de dorpen langs de Suriname rivier. Waar we ook hebben gehoord, dat er misinformatie is. We hebben ook gezien dat er veel ruis is. Men twijfelt. Men twijfelt veel en men is bezorgd. Van wat is dat de juiste dressie? Lanti ogi uno a juiste spoiti? Gisang, saide. Saide. Dat is allemaal, heeft te maken met informatie. We horen en begrijpen dus, als u de vraag stelt, waarom moet ik me laten vaccineren? Of is het vaccin wel veilig? Waarom kiest Suriname niet voor Pfizer, maar waarom voor AstraZeneca? Waarom niet voor Moderna? Vandaag starten wij vanuit de overheid officieel met het beantwoorden van deze vragen. En het moest eerder, het kon eerder, maar het is een nieuw virus. Het vaccinatieproces in de wereld is nauwelijks 2 maanden aan de gang. En elke dag komen er weer nieuwigheden aan het licht. Elke dag ontstaat er veel meer kennis. En soms moet je het moment kiezen dat je zegt, en nu gaan we starten.
vandaag zijn we, gaan we starten. Maar het is goed dat we de reden, de achtergrond van die launch goed gaan begrijpen. Het was begin van het vorig jaar, toen wij als Surinamers via wereldnieuws, social media en andere kanalen hoorden van het coronavirus. En vol spanning keken wij naar die beelden. China, buurlanden. En wij kregen een verzoek uit China. Als ik me niet vergis was het maart, februari, maart vorig jaar. Maar ze kwamen niet uit met hun mond- en neuskapje. Kortom, PPE. En we zijn als Surinamers gaan mobiliseren. Toen was ik via P, voorzitter verantwoordelijk voor dat deel. En we hebben ook verzameld. En alles wat we konden vinden, gestuurd richting China. Niet wetende dat over enkele weken het in Suriname zou zijn. En toen hadden we onvoldoende van die PPE's. En moesten wij naar de wereld gaan om te vragen, help ons. Hieruit blijkt namelijk hoe belangrijk het is om kennis te hebben over het virus, de effecten, de verspreiding, de bestrijding. Ja, en toen had de wereld bijna geen informatie. En hoeveel mensen zijn ziek geworden, overleden, zonder dat hun geliefden erbij mochten zijn, konden zijn. Dat was, we zijn dat vergeten allemaal. Dat hebben we meegemaakt. Nu zien we dat het wel kan. Patiënten kunnen bezoek brengen met een achtneming. Voedsel sturen met een achtneming. Rouwzitting met een achtneming van protocollen. En waarom is dat gebeurd? Omdat er kennis is gekomen. Wetenschappelijke informatie is gekomen over het virus, de verspreiding, de effecten, de werking. En dan zie je dat wij als mensen inspelen op wetenschappelijke informatie. Op basis van een memorandum of understanding moet er een bredere samenwerking tot stand komen tussen partijen betrokken bij het niertransplantatieprogramma. Dit samenwerkingsdocument is op maandag 8 maart 2021 in bijzijn van president Chandrika Prasad Santokhi ondertekend. Het staatshoofd had op 3 maart de opening verricht van de polykliniek voor niertransplantaties bij het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hij legde maandag de nadruk op het belang van de samenwerking. Het is een mijlpaal voor mij als minister van Volksgezondheid. Historisch, omdat wij weten wat de inzichten zijn van de regering, de wens van de regering om niertransplantaties in Suriname te continueren. En natuurlijk weten wij wat de inzichten zijn, de initiatieven, uiteraard ook vanuit het Sint-Vincentius ziekenhuis, de samenwerking met IICC, die reeds lang is voorbereid. En uiteraard hebben wij in het proces gezien dat er enige zaken waren die formeler moesten worden vastgelegd. Vanuit die rol en vanuit die positie als ministerie Volksgezondheid hebben we ook de initiatieven genomen naarmate de opening van het niet-transplantatiepoli naderde om inderdaad
te zien wat de huidige stand van zaken is en waar het ministerie van Volksgezondheid nog gaat inkomen om in elk geval de garanties te kunnen bieden dat elke ingreep die zal plaatsvinden, maakt in dit geval even niet uit waar, elke ingreep die zal plaatsvinden, medische ingreep, op een verantwoorde wijze dient plaats te vinden. Meer nog vanwege de complexiteit van deze ingreep en dit programma, dat het ook heel belangrijk is om een gedegen voorzorg, voorbereiding, de operatie, maar nog belangrijker het nazorgtraject te kunnen garanderen. Op basis van de realiteit en gekeken naar onze situatie in het zorgveld, is het Academisch Ziekenhuis Paramaribo inderdaad ook benaderd en betrokken de afgelopen weken om te voor ons te kijken wat de mogelijkheden zijn tot het nog meer doen slagen van het project. En dit is de bedoeling geweest dat wij middels een overeenstemming met elkaar, partijen in elk geval, committeren aan afspraken. Niet alleen te maken met het programma, president, niet alleen te maken met de operatie, maar ook dat wij in het memorandum van overeenstemming hebben opgenomen het leertraject en het opleidingstraject die wij als ministerie ook graag zien verwezenlijk worden middels deze initiatieven. Wij, onze Surinaamse artsen, medici, deskundigen, die staan te popelen altijd om meer te leren, dat om de kwaliteit van de zorg te verhogen. En wij hebben min of meer gesproken met de partijen en er is duidelijk voor ons dat er mogelijkheden bestaan dat onze Surinaamse artsen ook verder op bijgeschoold kunnen worden, of meer nog gespecialiseerd kunnen raken in deze vorm van behandelingen. Dit document geeft de ruimte daartoe dat er enerzijds gestructureerd overleg plaatsvindt. In Suriname, maar ook met het Diaspora Medical Team. Maar ook met de belangenorganisatie van de nierdialyse patiënten en hun omgeving. Wij als regering houden rekening met alle belangengroepen. Maar ook de belangen die daarmee gepaard gaan. Maar laten we vooropstellen altijd het nationaal belang. Laten we altijd vooropstellen het belang van de nierdialyse patiënten. Dat moet doorslaggevend zijn als er mensen zijn die kritiek leveren en bezwaren maken. Dat. En dan moeten ze dat met argumenten aantonen. Dat hier nationaal belang niet mee gediend is. En dat hier patiëntenbelang niet mee gediend is. Alle andere zaken die te maken hebben met competentie en faciliteiten en lokaliteiten. Dat moet onderling in goed overleg besproken worden. Daarvoor moet er ruimte. Dat is de basis van het document. Natuurlijk ga ik mijn bijdrage ook leveren. Pending is ook uitnodigen van de sector, zeker de Vereniging van Medici. En als er andere doelgroepen uitgenomen moeten worden, dan zal ik dat ook doen. Het is belangrijk dat we dit traject zo zorgvuldig mogelijk ontwikkelen, uitzetten en uitvoeren. Ik ben bijzonder ingenomen dat alle partijen hebben meegewerkt. En hiermee hebben jullie leiderschap getoond. Leiderschap, dat als het gaat om die twee dingen die ik net genoemd heb, nationaal belang en belang van de patiënten, dat jullie boven alle andere belangen zijn gaan staan. Dat is leiderschap tonen. Maar nu moet er leiderschap getoond worden om dit product, de MOU, te gaan uitleggen. En iedereen deelgenoot daarvan te maken, zonder dat het project gestagneerd wordt. Er is een tijdlijn daarvoor uitgezet. En we kunnen leven redden van vele patiënten. En tot zover Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.